Nou, run chicken run. Denk ik, yep, daar gaat hij weer. Wat de kipjes ons echt lekker vinden, zijn kipspiezetjes. Maar goed, beter maar weggooien toch? En verder, alles wat overblijft in de keuken is voor de chickies. Hi. We gaan dus wat bokjes brengen. Altijd gezellig. Komt de proeven heel spannend toe. Gaat hij weer. Hey kipjes. Nou, even kijken of het goed gaat. En de kippetjes hier weten gewoon dat nu de sesam op uur is. We beginnen hier wel redelijk. Komt er een laatkomer. Zo, komt er nog een laatkomer. Die is wat schuwer normaal. Nou. De dames hebben vandaag de tijd. Het begint hier ook wel wat zandig te worden. Weinig gras en zo over. Dus wordt ook wel tijd dat ze binnenkort even een nieuw plekje gaan krijgen weer. En dit is wel voor de kippen bedoeld zijn, hè? Eet maar eens op, maak het maar kaal. Dan kunnen we zaadjes in zaaien. Wordt wel leuker, denk ik. Hallo! Oh. Ja, ik moet hier wat aan doen. Oh. Ik vind het stiekem ook wel heel erg grappig. Hey. Huh? Hey. Maar goed, ze gaan dood van de honger. Dus ik ga ze maar voeren. Is het dit? En iedereen is gelukkig en stil. Dit is wat van mijn theoretische spinazie is geworden. Hij is bij theorie gebleven. De spinazie heeft besloten niet mee te werken in de praktijk. Voorjaar probeert hij opnieuw. Maar hier en daar komen dingetjes uit. Ziet ze bijna nog niet. Die echt wel eens zouden kunnen wijzen. Op knoflook. Dat zou cool worden. Iets is gelukt. Ik heb gezaaid. Nou, ik weet niet of je het kunt zien, maar daar is een groene waas. Die loopt hier overheen. Ik had dit klaargemaakt om in de winter postelijn in te zaaien. Maar ik liep hier toen met mijn zakje.
Ik ging eens kijken van hoe ga ik het inzaaien. Ik scheurde het zakje. Het zakje scheurde een beetje ongemakkelijk open. En winterpostelijn is dus een van de fijnste zaadjes die ik ooit heb meegemaakt. Zo fijn als zand. Fijn zand, maar dan droog. Dus alles glipte me tussen mijn vingers door. Dus en ik wist niet wat te doen. Het zat op mijn hand, zakje helemaal open gescheurd. Dus geprobeerd om hier door te zaaien. En toen dacht ik bij mezelf, oh, dat heb ik nog heel mooi opgelost. Ik zie nu echt van die plekken die helemaal zo'n groene waas hebben voor de winterpostelijn. Kijk, hier zo'n plekje. Daar zijn er verschillende van. Maar er zal iets gaan groeien. De grap is bij winterpostelijn in mijn hovenierstijd. Was het al geggeld. Maar toen, omdat dat het makkelijkst verwijderbare onkruid was wat ergens kon groeien, zat eerst een heel dun worteltje vast, zeg maar. Toen wist ik niet dat die eetbaar was. Dus toen heb ik hem altijd weggeschoffeld en nu heb ik er geld betaald voor de zaadjes om te kunnen zaaien in de hoop dat het lekker is. Geen idee hoe het smaakt. Nu dit stukje hier, waar dus eigenlijk die winterpostelijn aan het mislukken is, zeg maar. Daar was ik eigenlijk van plan om daar aardbeien te gaan poten. Geen idee. Vroeger is dit, heel lang geleden, is dit een aardbeienveld geweest. Dus dat vond ik leuk om weer een aardbeienveld van terug te maken. En hier gaan waarschijnlijk, ook waarschijnlijk, honingbessen komen. Ik heb geen idee hoe honingbessen smaken. Maar alleen al van de naam gaan we die dus doen. En dan hopen dat die niet bij de beverhoog op zijn menukeuze staan. Dit was die, doei. Oh ja, be good, maar geen pet vandaag. Bye.